mag ze niet. Nou, ik heb ze echt neergegooid. Kijk het maar. Goedemorgen, het is vrijdag en we hebben schoolvakantie. Ik vind het zo lekker, we hebben een beetje lekker uitslapen. Sarah die ligt naast me een filmpje te kijken even op de bank. Ik ga een banaantje ontbijten. Elke ochtend natuurlijk begin ik met een banaan. Ik ben net zo goed in een heel groot ontbijt in één keer. En ik had het eerste banaantje, die laat ik even gewoon indalen, zeg maar. En dan doe ik ontbijt part 2. Dat gaat wat beter, want ik kan niet 's ochtends niet eten, maar zwaar eten, dat gaat ook niet. Dan gaan we zo heel even naar de winkel en even een kaartje ophalen voor Halloween bijna. En daarna komt Kitty ook nog langs. Dus dat is wel gezellig. En schoolvakantie is wel begonnen, maar Sarah heeft daar ook nog wel zwemles. Dus... Nee. Ja. Nee, ik wil geen zwemles. Ja, maar je gaat wel naar zwemles, man. Dat is heel, heel belangrijk voor jou. Het wordt wel tijd dat jij ook voor je zwemdiploma dadelijk een keertje gaat. We gaan heel snel kleuterruitels even opnemen en dan gaan we zo tjoep 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 naar de winkel lopen. We gaan even snel met de auto, want het is nu wel droog en het zonnetje, maar net regende het. En daardoor zijn we een beetje laat, anders staat Kitty zo al voor de deur. Dus het is even sneller. Ik probeer natuurlijk echt wel zo min mogelijk met de auto te doen, als het niet nodig is. Ik was echt heel blij. Dat het eerst regende toen we thuis waren. En nu is het lekker weer terwijl we weggaan. Ja, dat is fijn hè, altijd. Ja. Ja, vind ik ook. Ben ik heel blij om. Ja. Ja. Het is natuurlijk vrijdag, dus we hebben een bankzit gehaald. We moeten lachen. Sarah is bang dat de bankzit een ongeluk krijgt. Dus ze heeft de bankzit in de kinderstoel gedaan. Ja, want anders gaat het natuurlijk heen en weer en dan zo. Ja, ik vind het zo hilarisch. We hebben ook Sarah de andere oorbellen. Grappig, want ik weet dit doosje is zo klein. Nou, kijk. Een hele grote doos voor zo'n klein doosje. Oh, hij zit nu in een zakje. Dat was vorige keer niet. Even een klein doosje. Oh, en in een zakje. Wauw, in een zakje. En dan weer in een zakje. En dan weer in een doosje. En dat zat er in een doos. Hoeveel verpakkingen? 1, 2, 3, 4 verpakkingen om een oorbel. 2. Nog steeds een jeuk, had ik gisteravond. Ja, laat ze hem zo laten. Nee, dat is het sluitingje wat je ziet, daarachter. Kijk wat hij scherp stelt. Ja. Alsjeblieft. Dat rare daarachter, dat is gewoon de sluiting die je er raar achter ziet nu. Nu hebben we er 2. Cool, ja. Hè? Ja. Ik vind het wel echt, het is zo'n schattige verpakking. Het is echt een mini doosje. Dat zie je ook weer niet goed. Echt heel leuk. Oh, deze. Kitty is er ondertussen ook. We gaan lekker thee eten en we hebben cake. Welke? Oh, dat is goed. Dan doet mama ook van dat zakje. Die vindt mama ook heel lekker. Ik heb deze genomen, hè? Ja, weet ik. Dat is mijn thee. Maar dan kunnen wij wel een zakje delen, want jij hebt maar een klein kopje. Je hebt ook die groene en blauwe, of nee, die groene en rode zakjes. Die zijn allemaal per zakje een andere smaak. Dus ik weet echt niet wat daartussen zit. Kijk, het zijn die geloof ik daar. Oh. Dus met staat er ook per zakje. Dat is zo'n kruidenthee. Die is op zich ook niet zo leuk. Ja, echt, het is echt van alles. Dat was zo'n doosje waar dan 50 zakjes en alles een andere smaak was. Dat is niet lekker. Ik hou ook niet van pepermunt thee. Ik vind dat echt vies. Ook versmunt thee. Weet ik veel, op de markt werkt er weer mee aan of zo. Ik heb ook wel eens een verjaardagspakket gekregen met de OT. Getver. Ja, jij zegt op alles getver. Jij bent echt... Gaat deze? Nee, lekker aan het kleuren. Nee, wij hebben ook 2 thee. En jij ook. Mooi hoor. Zit je goed? Wie doet het allernetst? Nou, allebei vind ik het wel heel mooi en netjes. Welke het allermeest? Nou, jij doet weer met mooi kleureffect en Kitty doet de lijntjes weer heel gelijk. Dus op een andere manier allebei.
Nee, gewoon. Ja. Kies er gewoon één. Welke nee, ik kan niet kiezen. Ik vind een gedeelde eerste plek. Zijn we Kitty? Oh, we begonnen tegelijk. Net kwam mijn vriendinnetje om te vragen om te spelen, maar ik moet natuurlijk naar zwemles. Ja, het is afgesproken nu voor na het eten. Nee, je hebt het gevraagd. Bij het Barbie winkelcentrum. Je hebt gevraagd of ze het wil, ja, maar we weten niet. Maar ze wil het. Ja, maar je weet niet of het kan van de moeder. Ik denk echt dat de moeder het wel gaat appen dan. Nou, ik app dus ook wel anders of het kan. Maar nu gelijk zo, er komen veel auto's, ze blijven komen, zie je dat? Wil ik het doen voor je? Nee, dat hoeft niet. Maar goed, Kitty is net weg en we zijn tegelijk naar buiten, gelijk de auto in en nu naar zwemles. En Kitty staat voor. Nou, staat voor de witte auto. Nou nee, dat was dezelfde soort auto, dezelfde merk, dezelfde kleur, maar dat is niet Kitty. Er zat een andere mevrouw in, die zag ik net al rijden, dacht ik nog, hé, dat is dezelfde auto. Maar dat is er niet. Maar Kitty was al weg voordat die auto's, want Kitty stapt in en die rijdt weg. En met jouw moeder en de spullen in de auto en jij in je gordel. En dat duurt gewoon iets langer voor wij wegrijden. Oh. Nou, stom die camera. Hij staat wel dat hij niet kan vallen, maar hij heeft een beetje zin om te kantelen. Nou. De zwemles is klaar en ik ben helemaal blij en Sarah ook, want ze mag naar het volgende. Bandje 3. Ja, eindelijk. En Marit ook. Ja, daar ben ik echt heel blij mee. Dus echt super, het heeft even geduurd. Maar ik ben echt heel blij. Weer een stapje dichter bij je zwemdiploma. We gaan nu even naar de winkels, want Sarah wil nog even kijken voor een rokje erbij. Die heeft een cadeaubon. En daar zijn we nu vlakbij, dus dat gaan we gelijk. Waarom heb ik geen witte rokjes? Zie je al wat? Kijk hoe gaaf. Ja, unicorn hè. En eigenlijk heb ik... Zoiets heb je. Hé, hey, maar een zwart rokje. Ik denk meer in die hoek daar, bij de panterprintjes en zo. Daar... Ja, die heb jij. Die is cool, hè? Ja, kijk hoe cool die. Hé, hey, hetzelfde model. Ook zo'n broek? Nee, die is wel echt anders. Hé, hey, maar zie jou een zwart rokje? Moppenkind. Ik maak hem iets leuker. Waar is een zwart rokje? Dit is echt een leuk outfit. Ja, wat trui heb je denk ik wel. Ja, welke, dat is een kleine... Ja, die kan je wel proberen qua maat. Want je hebt met rokjes altijd wel kleiner. Zo, als Sjaal staan we net in de winkel en ze wil het rokje plassen, maar ze moet naar de wc. En dan mag ze niet. Nou, ik heb het echt neergegooid. Kijk maar. Ik moest gewoon in mijn broek plassen van hem. Ja, nou, dan ben ik er klaar mee. Dan koop ik daar helemaal niks meer. Ik vind dat zo raar als jij niet naar de wc mag als ik voor jou daar aan het kopen ben. Bij de Jumbo mag ik altijd. Ja. Van deze al sowieso. Ja, nou, we gaan... Dat was mijn vriendin. Kijken we wel in de winkel waar je wel naar de wc mag, hè? Misschien bij de Albert Heijn. Ja, daar is wel een toilet. Kom op deze kant op. Gaan we hier wel kijken voor een zwart rokje. Even iets doorlopen. Nee, even rechtdoor. Ja, maar dat is Halloween, schat. Dat zijn geen rokjes. Kijk, daar. Waar die mevrouw staat ongeveer in dit stukje. Hier moeten we zoeken. Hey, kijk of je een leuk zwart rokje ziet. Ja, maar dat is met een glitter. We moeten echt zwart. Echt zwart. Hangt dat er, denk je? Dit is echt gaaf. Gaan we nog bij deze winkel? Nou, dat lijkt me toch wel geel en niet zo zwart. Laten we eens gaan kijken aan de andere kant, dame. Kom je mee? Kijk. Ik vond het lekker zacht. Hier hebben ze ook kleertjes. Maar ook niet echt, hè? Deze is meer zwart, denk ik. Ik heb even winkelfrustratie zo. Ja, dat is wel zwart, maar dan een truitje. Ik zie allemaal leuke dingen, maar we hebben gewoon een zwart rokje voor jou nodig. En die zien we nergens. Weer in de auto, we gaan naar huis. Oh, voordat ik ga rijden, geef ik als telefoon. Dan kan jij zo papa bellen. Papa zet dan het eten op. Ik doe hem nu anders maar bellen. Ik was er helemaal klaar mee bij de H&M. Ik kan daar zo boos om worden. Echt, ik heb vroeger, lang geleden, heb ik ook in winkels gewerkt. Ik heb nooit een kind geweigerd voor het toilet. Want ik vind dat gewoon onklantvriendelijk. En daar hou ik niet van. Maar we zijn dus niet geslaagd voor een rokje. Maar we gaan natuurlijk... overmorgen op vakantie. Niet heel veel nog over verteld, omdat ik
Normaal heb ik een house zitten, staat mijn huis niet leeg. Dit keer wel. Maar als jullie dit zien, dan zijn we al terug. Dus dan maakt het niet meer uit. En Marco gaat ook weg, maar die gaat morgen al weg. Hoi papa. En we komen nu net uit. Die is dan ook al terug. Dus. Naar huis toe. Maar goed, dan kijken we daar wel voor een rokje. We hebben net snel gegeten en nu is Fayender. En dan kunnen ze samen even met winkelcentrum spelen, maar het is egaal voor de kinderen. Heb je zo'n troep? Nou, ze hebben het nou eens in. Kon ik wel even snel opruimen, Marco is er ook, maar die zit iets te kijken of te doen. Ik heb geen idee. Dus ik ga even gebruik maken van mijn momentje opruimen. Erg, ik ben altijd opruimen. Altijd. Ik weet niet eens of jullie me horen boven die kinderen uit. Sarah die is aan het klaarmaken met Marco boven voor bed. En ik ben overal in huis nu was op de verwarming aan het hangen. Want ik vind dat heel vervelend als er nog heel veel was ligt als ik op vakantie ga. Maar ja, er was zoveel was bijgekomen. Ik was zo goed als bij. En nu lag er weer zo'n berg. Dus ik wil alles even wegwassen. Dus, maar ja, het drogen duurt zo lang. En dit zijn allemaal dingen die ik niet in de droger doe. Maar anders ga ik het niet afkrijgen voor zondagochtend. Dus nu maar overal op verwarming en alles wat daar een beetje op kan. En dan ga ik me heel de avond voelen elke keer of het droog is en dan weer nieuwe dingen hangen. Dat zo snel mogelijk al die was weg is. Ik vind het zo fijn als je dan thuis komt dat gewoon je kast nog vol is. En dat je alleen zeg maar de was die je weer meeneemt dan in de was hebt. In plaats van dat er dan nog een hele stapel was ligt je eigenlijk niks meer hebt om aan te doen. Dat vind ik vervelend. Dus dat wil ik even voorkomen. Marco is nu zijn koffer aan het inpakken en we hebben net nog even tv gekeken. Het is wel tof wat we nu aan het kijken zijn. Dat is deze serie op Netflix. The World's Most Extraordinary Homes. En dan laten ze elke keer van, ja, per aflevering zeg maar van een continent of een land, laten ze daar echt hele mooie of aparte huizen zien. Sommige zijn echt heel tof, andere denken echt, ja, wie wil daar ooit wonen? Maar het is wel heel interessant. Maar goed, Marcus aan het inpakken. Ik ga even kijken. We hebben was, dus nog best wel tijd. Maar dit is allemaal droog, dus ik ga even wat nieuwe dingetjes pakken. Ik denk, doe eerst de dingen die ik sowieso. Oh nee, deze op een gedeelte nog niet. Een gedeelte wat ook gestreken moet worden, maar ook een gedeelte wat gewoon daarna gelijk de kast in kan. Dus die doe ik eerst. Dan is dat in ieder geval weg. Of is het misschien slim om. Nee, ik ga eerst de dingen doen die gestreken moeten worden. Want dan. Oh, die hoef je man maar zo. Nou, nieuwe wasdingetjes opgehangen. Het is ook grappig, alle stopcontacten in de woonkamer liggen apparaten op te laden. Of voor Marco of voor mij. Omdat we alles opgeladen willen hebben als we weggaan. En ik ben ook mijn GoPro aan het opladen, maar die moet aan mijn laptop. Want op de een of andere manier, als ik hem op een andere manier oplaad, moet of aan een powerbank of aan een laptop, anders laat hij gewoon niet op. Echt heel raar. Nou, ik kan er weinig aan veranderen. En doet hij het dus ook niet aan mijn laptop, heel raar. Waarom doe jij dit niet meer? Nou, dan hang ik hem gewoon lekker aan de powerbank die Marco eigenlijk aan het opladen is. En dan laat ik die gewoon de nacht opladen. Ik heb even een sneltreinvaart met 2,5 vlog geëdit. Dus dat is wel fijn. Ik heb toen mijn laptop uitgezet, want vierkante ogen ervan. Ik denk, doe deze even snel opladen. Maar dat gaat niet zo snel als dat ik dacht. Marco heeft die powerbanks nodig. Maar die GoPro wil dus alleen aan de powerbank opladen. Waarom weet ik niet. Ik weet niet of iemand een GoPro heeft zelf en me kan vertellen waarom dat is of hoe ik hem anders kan opladen. Maar echt, wat ik ook probeer, waar ik hem ook verder aanleg, hij laat hem gewoon niet op. En daar dus wel. Ja, hij wil dus mee en dat is dus morgenochtend. Dus eigenlijk moet ik dan wachten tot hij vol is, zodat ik hem daarna nog even een paar uur voor Marco in de stroom kan hangen. Maar ik wil eigenlijk ook naar mijn bed. Ja, anderzijds. Ik ga weer zitten. Ik ga even voelen hoe het is met deze was. Misschien kan ik nog net even wat ophangen. Oh, volgens mij. Wat bij de naadjes. Ja, het is droog. Dan ga ik in ieder geval dat even omhangen. En dan kijk ik daarna of die GoPro dan vol is. Hij was eindelijk klaar. Dus ik ga lekker naar bed. Het is echt veel te laat geworden, maar goed. Lekker slapen, morgen in ieder geval niet heel vroeg eruit, dus dat scheelt.
Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren, een duimpje achter te laten en een leuke reactie. En dan zie ik je morgen. Doei doei!